beetje stijf. Om 12:15. Ze is echt heel leuk. Ja, hij is gewoon zo lekker dat hij eigenlijk een beetje onbereikbaar is. Ze werkt in de supermarkt en iedere keer als ik daar ben, dan kies ik haar rij. Om 12:15. Annemarie is 23 jaar en 3 jaar geleden begon ze met studeren, Ramon. Oh. En tijdens de ontgroening kwam ze Richard tegen. Och, wat was dat een leuke jongen. Wat zag hij er lekker uit. Ja, spetter. Spetter was het. Spetter. Zij dacht, dit is een leuke jongen. Maar al heel snel, tijdens die ontgroening van haar studentenvereniging, knapte ze volledig af op Richard. Mag je presenteren, Annemarie uit Flevoland. Wat is er gebeurd, Annemarie? Waarom knapt je af op hem? Nou, hij was altijd een beetje dronken en zo. En dan, ik dacht een beetje van ja, het is pas zo'n studentje wat een beetje aan het playen is en graag een aandacht wil staan, altijd dronken is. En dan, ik weet niet, hij deed gewoon een beetje raar als hij wat op had. Ik dacht van ja, oké, het zal wel. Dus ik dacht een beetje op hem afgeknapt. Wat deed hij dan allemaal voor dingen? Ja, met bartrukken gooien en zo. Dat was ik ook een keer. Maar ja, ik weet niet. Het was gewoon een beetje raar. Ik dacht van ja, eigenlijk ben je best wel een sukkel. Maar aan de andere kant vond ik hem ook nog wel een beetje leuk. Maar nu is hij niet meer zo, zeg maar. Oh! En hoeveel jaar later zijn we nu? 3 jaar later? Ja. En hij is volwassen geworden? Ja, zoiets. Ja, ik weet niet. We studeren zeg maar hetzelfde. En ja, nu raak ik meer zeg maar, met hem aan de praat. En eigenlijk hebben we het heel leuk samen. Gewoon, ook op, zeg maar, gewoon aan de bar. Ja, maar dat is een beetje van een stomme barpraat. Ja. En dat is op zich wel, op zich wel leuk. Gooit je nog wel eens met barkrukken? Nee, dat niet meer. Doet u het nu met gewoon kleine krukjes? Nou ja, volgens mij gooit hij wel eens een biertje, maar ja, dat doet iedereen toch? Of, een biertje absoluut, iedere maandagochtend. We gooien allemaal met bier. Ja. Oké, okay, ja. Dus hij is rustig geworden. Ja, hij is wel wat rustig geworden. En wat is jullie klik? Wat onze klik is? We komen allebei van een boerderij, zeg maar. En dat ja, je hebt toch van die stadsmensen die denken van, oh boeren, lekker dom. Maar er zit gewoon heel veel achter en we begrijpen elkaar gewoon heel goed. En ook qua onze studie en qua politiek. En ik weet niet of het allemaal op één lijn is. Dus het praat altijd wel heel leuk eigenlijk. CDA-stemmers allebei, hij ook. Nee, eigenlijk VVD. Maar je bent boer! Hey. VVD! Ja, dat doe je niet per se CDA te zijn, hè? Hey, en zoekt boer Richard nu ook vrouw? Of ben jij het alleen? Dat weet ik veel. Dat weet ik niet. Vind je het spannend een beetje, zo meteen wat er gaat gebeuren? Want je hebt dus geen idee wat hij gaat zeggen. Ik vind het eigenlijk helemaal... Ja, dat is inderdaad zo. Niet echt mijn ding. Je wilde ook niet met je achternaam op de radio, begreep ik van Ramon. Nee, echt niet. Waarom niet dan? Ja, straks weet iemand dat ik het ben. Dat was het echt niet, hoor. Deel 2, Flirtje Stijf, komt er. Oké. Oh, wat? Ho, wat gebeurt er nu? Annemarie die wil niet meer meedoen. Nee, die wil ophangen. Annemarie. Nee, ik vind het niks. Dit is echt niks voor mij. Ik snap echt niet. Nee, ik vind het zo mooi geweest. Wat? Ja. Stap je eruit? Ja. Stap je uit, Flirtje Stijf? Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Nou, is dat zo? Iemand die zich halverwege bedenkt. Moet de eerste keer zijn, toch? Even kijken wat er wat in het boek... Precies. Wat zegt het protocol, hè? Nou ja, het protocol. Dat hebben we ineens voor. We hebben geen protocol. Dan moeten we dat maken. Waarom stap je eruit, Annemarie? Ja, ik word er zenuwachtig van. Dit is niks voor mij. Ik vind het allemaal niks. Hè? Ja. Maar heel Nederland hoort dit. En denkt nu, nou, Annemarie, zet even door. Ja, dat is dan spijtig. Maar wat ga je nu doen? Ga je dan zelf opbellen? Nee, dat ga ik niet doen. Maar dat komt allemaal wel goed. ik zie wel wat ik doe. Het loopt wel zoals het loopt. Maar ik ga dit niet meer doen. Ineens dacht je van, het is niet goed. Ja, ik word er helemaal zenuwachtig van, joh. Dat is echt totaal niks voor mij. Ik kom wel weer een keer tegen en dat is allemaal hartstikke leuk. Dat komt wel goed. Je vindt het eng worden gewoon. Ja, dit kan ook op een normale manier. Nee! Ja, dat kan eigenlijk wel. Nee, dat kan ook op een normale manier. Maar waarom heb je dan in eerste instantie gekozen om aan de Flirtje Stijf mee te doen? Ja, dat was even een totaal andere setting. Wat was die setting dan? Ja, een beetje zo'n melige setting. En
Ja, ik weet niet. Dan doe je wel eens dingen die je eigenlijk het laatste niet moet doen. Ik had nooit gedacht dat ik überhaupt teruggebeld zou worden. Dat dat serieus gebeurt. Ik, nee. Dat is de terugbouwgarantie. Ja, inderdaad. Maar heel bijzonder. Maar nee, ik vind het hartstikke leuk hoe jullie het allemaal doen. Maar ik, dat, nee. Snel bellen, nu is het toch nog hangt. Weet maar nooit. Nee. Oh, god, daar ben ik mee bezig. Oh, er gaat al. Oh, ze is opgehangen. Ik zei, op. Ja, wacht, stop. Dan moet jij reset ook stoppen. Wat is er? Annemiek opgehangen? Ze is wel weg. Wacht, dan moet weer reset ook weg. Reset ook weg, wacht. Nou ja. Dit is, wat heb ik nou weer aan mijn klompvoet hangen? Ik heb 6 minuten al met haar zitten praten, dus ze op ieder geval bleef hangen. Maar ze wil gewoon echt niet meer. Nee, ik dacht ook, we moeten het item redden, dacht ik. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar hallo. Misschien telt de menselijke gevoelens ook mee. Ja, maar Timo, je geeft je op. Voor Flirtje Stijf en kort voor 1. Nee, maar en vervolgens. Ja. Kun je de spanning niet meer aan? Goed. SMS 4x3 zegt file, file, file. Wat zegt file? Veel, veel, veel. Oh, veel, veel, ja. Veel. Nou. Ja. Oké. Okay. Wij gaan ons even beraden op onze stappen. Even plaatje, dan gaan we even nadenken. Ja. Hè? Hoe we dit eruit moeten. Hoe dit ook. Zekers. Vooral juridisch. Ja. Er is nog een jurist in de zaal. Open radio. 11 september 2001 gaat in de boek als ramp. 9-11. En 11 september 2011, precies zo. Oh. Voor het eerst in de geschiedenis van de wereld heeft een Flirtje Stijf kandidaat zich teruggetrokken. Annemarie uit Flevoland wil niet meer. Wat zegt ze op de sms, de luisteraars? De mensen worden heel boos, want ze verwachten toch een bepaalde entertainment. Ja. Ja, ik vond het al een vreemd meisje. Juri en Annika die blijven speciaal in de auto wachten voor Flirtje Stijf, krijgen we dit. Wat een teleurstelling. Korte metten mee maken. Bellen die vent. Wat denk ze wel, de kut. Oei. Ja, dat soort mensen ook allemaal. Oh. En ook, kan ik eindelijk na maanden weer naar Flirtje Stijf luisteren? Wil die iedereen heeft toch iets met het vrouwelijk geslachtdeel. Ja. Wij weten het ook niet meer. Nee. We gaan gewoon snel door alsof er niks aan de hand is. Niks aan de hand, not in hand. Zaterdag weer een nieuwe Flirtje Stijf om 12:15. Hey. Wil je opgeven ervoor? Vind je het leuk om met iemand te flirten op de radio? SMS dan FLIRT, de letters van flirt, nu door naar 4x3. Hoe lang de tijd? 2,5 minuten tijd. Snel sms'en, anders kan je niet meer meedoen.